Public speaking, het blijft toch een vak apart. Als CEO van ProTime stond ik vaak voor een publiek, of sta ik vaak voor een publiek. Maar het is mijn eigen publiek. Het zijn de medewerkers van ProTime. Nu word ik meer en meer gevraagd om ook te komen spreken voor een ander publiek. Voor mensen die komen luisteren naar het verhaal van onze unieke bedrijfscultuur. En de reden waarom ProTime zo groeit, is net omwille van die bedrijfscultuur. Ik ben daar een heel harde believer in, dat bedrijfscultuur de differentiator van de toekomst wordt. Nu, wanneer ik voor een publiek ging spreken, merkte ik dat ik heel veel wou vertellen. Ik vond van mezelf dat ik er veel over wist en dat ik heel veel wou delen met dat publiek. Nu kwam ik in contact met Janka, de Queen of Speech, en eerlijkheid zelf moet ik toegeven dat ik er naar die eerste meeting misschien wat sceptisch naartoe ging. Maar ik moet toegeven dat Janka me meteen bij de keel heeft gegrepen. Zij heeft me meteen doen inzien dat het niet belangrijk was dat wat ik wist, maar vooral hoe ik het zou brengen en welke boodschap ik zou achterlaten. Zij heeft echt meegewerkt aan het goed schrijven van een tekst, aan het instuderen van een tekst. En ik voelde meteen dat dat een wereld van verschil was. Dus vandaag kan ik zeggen dat mijn skills, zeg maar, om voor een publiek te staan, fundamenteel veranderd zijn. En dat ik dat voornamelijk heb te danken aan de coaching die ik van Janka heb mogen ervaren. Ik kan het alleen maar aanraden.